Op zondag 25 juni organiseerde de Harley Davidson Club Flanders voor de 6e maal haar American Day. En dat op de terreinen van KVK Ninove aan de Denderstraat, dat de rug voor de gelegenheid gezellig volliep met prachtige motoren en veel volk onder een stralende zon. Terwijl men kon genieten van een hapje en een drankje, kon men ook luisteren naar een optreden van Steam Rocks, een rock and blues band die hits van weleer weer tot leven bracht. Zesde editie van het jaar. En zoals je ziet hebben we weer geluk met weer. Ja. Lekker voor het jaar. De goden zijn jullie een beetje gezin, hè, terug? Ja, we zijn blij. Heel tevreden van de opkomst? Ja, tot hier toe valt goed mee. Ja. En de mensen die hier nu aanwezig zijn, zijn dat allemaal echt Ninovieters of is dat ook van her en ver dat ze komen hier? Ja, er zijn hier clubs van Assenheden, er zijn er van drie clubs van in Brussel, er zijn van Ter Vuren geweest, dat komen van alle kanten. Zal er een echt speciale machine bij dat je zegt dat zal ook mijn gerief zijn? Ja, ik ken mijn gerief, maar ja, die had daar iets anders ook. Hè. Er wel een mooie dinges bij, natuurlijk. Ja, zeker en vast. In de maand november hebben jullie terug ook een optreden, een rockoptreden zoals ze zeggen. Hè? De tweede maal, dacht ik, klopt dat? De vierde maal. De vierde maal, ziet. En wie mogen we verwachten dit jaar en waar gaat het allemaal door? Dat gaat door in Park Chalet, hier in Inhoven, op 18 november. En dat is Covers on the Rock. Danny, wat vindt u er zelf van deze zondag hier? Iets mooi toch, hè? Dat het nogmaals gelukt is, zoals de andere vorige keer. Altijd goed weer. Ja. Dus we zijn content. Meer moet dat niet zijn, zeggen ze. Meer moet dat niet zijn, dat is juist. NinofMedia is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninofmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.